Donderdag werd in de Reeshof de nieuwe basisschool Hartenvelde officieel geopend. De school is ontstaan uit een fusie tussen basisschool Herenvelde en basisschool Jan Lichthart Huibeven. De scholen gaan samen omdat beide scholen te maken hebben met een tekort aan leerlingen. De nieuwe school werd feestelijk geopend met een programma vol activiteiten. Kinderen konden selfies nemen, kregen popcorn en er was zelfs een illusionist. Wethouder Marcelle Hendricks van Onderwijs mocht de officiële opening uitvoeren. Ondanks de fusie zijn er nog steeds elementen van beide oude scholen te vinden. Nou, waar we eigenlijk beide scholen stonden op een punt van we willen zorgen dat de kinderen meer gemotiveerd zijn en eigenlijk meer leren. En hoe kunnen we zorgen dat we dat ook gaan bereiken, dat alle kinderen gewoon goed onderwijs krijgen hier in de wijk. En we zijn de krachten gaan bundelen. Dus we proberen ook echt te kijken van nou, wat was het goede van de Herenvelde, wat was het goede van Jan Lichthart Huibeven en hoe kunnen we dat samenvoegen tot Hartenvelde. Dus zo proberen we ook steeds naar nieuwe ontwikkelingen te kijken van hoe wordt het onze nieuwe school, want het moet van ons samen worden. Zo'n proces van 2 jaar heeft best wel wat voeten in aarde. En ik kan wel zeggen dat we nu echt de goede weg zijn ingeslagen in het samenvoegen van de scholen. Ondanks dat de school is ontstaan uit 2 bestaande scholen, is er volgens de school wel sprake van een nieuwe gemeenschappelijke identiteit. Ja, zeker. Waar we veel mee bezig zijn is het onderwijs geven op basis van wetenschappelijk onderzoek. We willen niet zomaar elke trend achterna lopen, maar echt kijken van hoe krijgen onze kinderen goed onderwijs. En ook alle kinderen, het maakt niet uit welke wijk je komt of waar je vandaan komt, we willen voor alle kinderen goed onderwijs geven. En daar zijn we mee bezig. En in het middagprogramma zijn we bezig met de wereldoriënterende vakken, de creatieve vakken. We hebben vakleerkrachten voor muziek, voor handvaardigheid, voor gym. En komt ook dat stukje van leren tot uitdrukking. De oplettende kijker ziet in de naam van de nieuwe school de namen van de oude school terugkomen. Dat is met opzet gedaan en het was zelfs een idee vanuit de leerlingen zelf. Ik heb de 2 namen samengevoegd. Toen kwam ik uit op OBS de Hartenvelde. Jan Lichthart en de Herenvelde. En dan Hart en de Velde bij elkaar. En toen kwam ik uit op Hartenvelde. En dat leek me wel een leuke naam voor deze school. De school hoopt met deze fusie het probleem van het leerlingentekort opgelost te hebben. Het leerlingentekort heeft vooral te maken met het aantal leerlingen dat terugloopt in de wijk. 30 jaar geleden zijn hier de scholen gebouwd en explosief gegroeid ook. En je ziet de afgelopen jaren een enorme terugloop in dit deel van de wijk. En nu is het aan het stabiliseren. Dus ik denk dat we door de scholen te hebben gefuseerd echt een sterke school kunnen neerzetten.